Beste paplepels, paplepelinnetjes, hartelijk welkom in deze schitterende versierde pappot. Ik ben blij dat jullie er allemaal mee bent. Zoals jullie weten ben ik Matthijs en ik was sinds 1 jaar op de Bleekweide, tegenover de grote prins. De verkiezingen waren leuk en spannend. En samen met adjunct Jarno, jeugdprinses Irene, of dame Nikki, en natuurlijk de grote prins Marco en zijn prinses Sirena, maken wij er een leuke carnaval van. Ik ben Irene van Zutphen, ik woon op de Sluisweg, nummer 27. Ik speel gitaar in de oude school. De club heet de Nieuw Freedom Singers. Ik heb keiveel zin in het carnaval. Je bent 30 jaar geleden jeugdprins geweest. 30 jaar geleden, dezelfde dag als jullie vader afgevoerd als grote prins. Dus je treedt hem nou mooi in zijn voetsporen. Het duurste wat ik welkom wil heten is mijn familie. Mijn peetoom, peetante. Schoonvader, schoonmoeder. Vrienden en vriendinnen. En de rest ook allemaal. Ja mensen, dit is het uiste wat tegen Marco zijn motto ingaat. Hier stond er geen 3 keer 2, maar 4 keer 2. Maar oh zo belangrijke mensen hier op het podium. Zoals jullie weten bestaan wij dit jaar 33 jaar. En de mensen die hier op het podium net zijn gekomen, zijn al vanaf de eerste dag mede verantwoordelijk dat carnaval in Paplepperland op deze geweldige manier wordt gevierd. En daarvoor wil ik al uiste een grandioos applaus hebben. Wij doen met een diep respect een paar stappen naar achteren. En nogmaals, dames en heren, mag ik eigenlijk vragen voor een staande ovatie voor deze mensen die al 33 jaar zorgen dat carnaval gevierd wordt in Paplepperland, zoals het hoort. Een daverend applaus. Dank u wel. Wij zijn de madammetjes van het gemak. Wij zijn vanavond ingehuurd omdat ja, de uitbater, zal ik maar zeggen, hier die het vergeten om toiletpapier te bestellen. En nu hebben we uitgerekend het aantal mensen wat in de zaal zit, dat je 2 keer naar het toilet mag. Hè. Je mag één keer een klein boodschapje doen en dan andere keer een grote boodschap. Is die van jou goed in de derde helft? Denk niet. Dan voetbalt hij niet in Kelden. We hebben ballen namelijk een 5 kilo per stuk, hè? 5 kilo per stuk, dan moet je eerst goed concentreren. Dan kan ik er niet zomaar mee gooien, mensen. Een bal van 5 kilo zo gooien? Niet doen, dan moet je altijd zo gooien, hè? Als je dan zo gooit. Oh, sorry!
Hak u hard geraakt, mevrouw? Wat zeg je? Meneer? Meneer? Dan heb je toch wel heel hard geraakt, geloof ik, of niet? Zo, wat doe je nog? Lonely goat herd. Folks in a town that was quite remote herd. Lost and clear from the goat herd's throat herd. Oh, lady on a leg. Maar meneer, wat bent u in hemelsnaam mee bezig? Frits, is gemeen dat je vergooien, hè? Moet een nummertje trekken. Ja, één nummertje, maar u trekt de hele automaat leeg. Zeg toch, Frits. Mijn naam is meneer Van der Ven. Ik kom hier voor de vergunningen voor de Noordkade, de Zuidkade, de Verkade, het Siemei, het Koekoeksei, het Koekgebouw. Ik heb er allemaal een nummertje voor nodig. En wil ik graag naar boven hebben de Trubbeltrutten, het Haagje, de programmamakers, Marco van Leuken alias Rijk de Gooier, Dance to Enjoy, Skik Entertainment, het Hemel uit Vlaanderen, Wendy en Jamie, de artiestenbegeleiders Jeroen Jansen, Hans van der Hurk en Jan van der Steen, Annie Rijkers, Karin van der Leij voor de Smink, mijn floormanagers Peter Brugmans, Jan van Walrooy en Tony Verbakel, de Raad van Elf, de Stichting Papot, Opperlippels, voorzitter Johan van der Rijp en last but not least Prins Marco de Nuste en Prinses Sarina.